Ja, Stevie, hoe goed is het gevoel na deze wedstrijd? Hier snakt hij toch een beetje naar? Tuurlijk. Iedereen, elke aanvaller wil een hat-trick maken. Maar deze was lekker vandaag. Ja, je hebt hat-tricks aan hat-tricks. Je hebt hat-tricks, een goal in de tweede minuut, eentje halverwege en eentje aan het einde. Dit was een hat-trick in 9 minuten. Dan heb je hat-tricks, dat zijn hier en daar intikkertjes of een keer een penalty. En dit waren alle 3 wonderschone. Ja, zeker. Ja, vooral die laatste was wel... dat vond ik denk ik de mooiste. Kijk, dit vond ik ook een lekker hoor. Ja, zeker. Zat er ook lekker in. Ja, misschien was dit toch wel de mooiste. Ja, hè? Ja. Ik vind dit wel ook een echte bergwijnkool, mag ik dat zeggen? Dit is toch een beetje jouw specialiteit? Die volley? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik zou een bergwijnkool was denk ik meer die laatste dan. Toch, ja? Toch wel, ja. Jawel, dat denk ik toch wel. Ja. Het zijn nu je het zo terugziet ook wel 3 verschillende goals. Allemaal wel goed afgemaakt met iemand die een goede trap heeft. Dat kun je zien. En dan denk ik bij mezelf, Bergwijn in een goed seizoen, die heeft veel meer wedstrijden waarin het gebeurt. En dat is natuurlijk niet makkelijk als een team ook niet goed draait. Maar hoeveel leg je ook bij jezelf neer? Ik kijk altijd alleen naar mezelf. Natuurlijk is het niet makkelijk. En als het loopt, dan gaat het natuurlijk wat makkelijker. Maar ja, het was een moeilijk seizoen voor iedereen. Voor heel Ajax, voor iedereen die van Ajax houdt. Maar ja, daar leer je ook van. En ik denk dat ik veel heb geleerd. En ja, dit kan me alleen maar sterker maken, denk ik. En ja, ik moet gewoon kijken naar volgend seizoen. En dan moet het gewoon beter gaan met Ajax. En dan gaat het met mij ook heel veel beter. Hoe groot is de opluchting ook dat jullie die 5e plek veilig hebben gesteld? En dat jullie zo goed als zeker Europees spelen? Ja, heel groot natuurlijk. We hadden natuurlijk geen zin in die na-competitie natuurlijk. En... Nee, is het niet leuk? Nee, je moet het gewoon zo snel mogelijk beslissen. En, ja, het is wel een grote opluchting voor ons. Dankjewel.